we staan hier omdat de kademuur, het begin van het werk aan de kademuur, vindt vandaag plaats. Dus voor ons een heel belangrijk moment. En de kademuur was aan vervanging toe. In 2015 kwamen we erachter dat die begon te verschuiven. En dat is best gevaarlijk. Dus de plek waar wij nu staan mogen al geen auto's geparkeerd worden. Ja, en het is nu hoog tijd dat het versterkt gaat worden, dat er weer schepen kunnen aanleggen. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Ja, nu zegt schepen aanleggen. Wat voor schepen komen wij hier tegen in de haven? Ja, voorheen zag je hier al wel eens de boot van de Zonnebloem bijvoorbeeld. Hè, en de Henri Dunant, het Rode Kruis. Hè, dat was altijd al. Maar we hebben ook vragen gekregen of er nog wat grotere schepen kunnen aanleggen. De riviercruiseschepen, zoals ze dan wel eens noemen, die zijn nog ietsjes groter. Iets meer dan 100 meter en die kunnen straks hier aanleggen. En wat straks ook kan, dat is dat wij walstroom hebben. Dan hoeven s'nachts de schepen hun motoren niet te laten draaien. Dan kunnen ze hier stroom aftappen. En dan, ja, dat is voor het milieu en voor de omwonenden is dat een grote verbetering. Ja, u heeft het over de omwonenden. Wat zullen zij hiervan merken, van deze ja, toch verbouwing? Ja, het is even, want het trilt, hè. Dat heb je net gemerkt met het intrillen van de eerste damwand. Het trilt ontzettend, maar ja, dat is even tijdelijk en dat valt op zich voor de huizen in de buurt nog wel mee. En nou ja, je zegt het trilt ontzettend. Hoe lang hebben de bewoners merken de bewoners het? Ja, een paar maanden, hè. Dan moet het werk klaar zijn. Dus eind januari is de planning dat het klaar is. En er wordt nu begonnen met het slaan van de damwanden. En daarna nog allerlei afwerkingswerkzaamheden. Dus ja, dat duurt niet zo.